Hey de kijkers van de Wombat Guru, vandaag weer een nieuwe video op dit kanaal. En vandaag ga ik voor jullie reviewen de Snapshot 14W11B. Er zijn vandaag weer veel nieuwe survival features, dus dat is altijd leuk. En er zijn ook een paar nieuwe mapmaker features. Laten we maar gewoon beginnen met een hele nieuwe mob. Het stelt niet heel veel voor, maar ze hebben er ook bij gezegd dat die nog niet af is. Het is de Endermite en je ziet ze hier al allemaal zitten. Het zijn een soort van silvervisjes, maar dan paars. En ze hebben een paar gekke eigenschappen. Namelijk dat ze na 2 minuten al despawnen, gewoon zomaar. Dat is de enige mob die dat doet. Dus ook als ze niet worden aangevallen, na 2 minuten gaan ze gewoon weg. Behalve als je ze een naam geeft met een name tag. En ze zijn vijandig. Als ik in survival mode zou gaan, dan zouden ze mij aanvallen. Misschien dat we dat even kunnen uittesten. Game mode 0. Ik heb het verkeerd getypt. Hopelijk gaan ze nu niet al verdwijnen. Kijk, ze vallen me aan. Snel weer naar game mode 1. Ook vallen Enderman hun aan. En dat kan ik hier wel eventjes laten zien. Als we er hier zo eentje neerzetten. In het water. Als het goed is komen dan van alle kanten Endermen erop af. En dat zorgt dan dus natuurlijk voor een handige Enderpearl farm. Want ze komen erop af, maar ze kunnen er niet bij door het water. En daardoor gaan ze dus allemaal dood en krijgen wij gratis Enderpearls. Ook zie je dat er af en toe Endermites zomaar spawnen hier. Want Endermites die kun je ook natuurlijk zelf vinden. Wanneer een Enderman zeg maar damage krijgt of teleporteert of doodgaat, dan kan er een Endermite spawnen. En ook wanneer je een enderpearl gooit en daarbij teleporteert, kan er ook een endermite spawnen. Dus dat is best wel cool eigenlijk. Ook heeft Dinnerbone gezegd, een van de developers van Minecraft, dat ze misschien iets gaan toevoegen met de Dragon Egg. Dat de endermite daar een rol bij gaat spelen om dat een beetje meer nut te geven. Maar dat is dus de nieuwe mob, de endermite. Op zich is het wel cool, want hiermee kun je dus hele goede enderpearl farms maken. En voor de toekomst met het Dragon Egg dat hij eindelijk een nut gaat krijgen. Dan gaan we nu verder met veranderingen aan het minecart en rail systeem. Er is namelijk wat veranderd, dat minecarts nu veel sneller kunnen gaan. Dat kan ik jullie hier laten zien. Ik ga deze minecart gewoon een stukje laten rijden. Zoals je ziet, hij gaat sneller dan dat ik kan vliegen. En ook hier zo op gaat hij een heel stuk sneller en hij valt ook een stuk verder naar voren. Het is niet dat hij gewoon recht naar beneden valt, zoals het eerst zo was. Maar er is natuurlijk ook iets bij waardoor het minder awesome wordt, maar wel iets realistischer. Want minecarts die kunnen nu namelijk ontsporen bij hoge snelheid in scherpe bochten. Zoals je ziet, hij ging niet gewoon over het spoor, maar hij ging gewoon er zo schuin af. En dus kan hij niet snel door de bocht heen. Dus hier zul je een soort van rem voor nodig hebben in de toekomst. Ook in deze minder scherpe bocht zal de minecart ontsporen. Dus dat is geen oplossing. Dan is er ook nog een kleine verandering aan minecart met furnace. Dat is deze. Geen idee waarom de furnace zo verschrikkelijk zwart is hier zo. Maar als we deze zo laten rijden, moet hij wel de goede kant op staan natuurlijk. Die zetten we hier zo neer. Dan zul je zien dat de minecart opeens zo naar voren wordt geduwd. En dat hij niet gewoon met de normale snelheid gaat, maar echt heel veel sneller dan een minecart met furnace gaat. En zoals hier, dan gaat hij ook weer veel sneller. En hij gaat weer een heel stuk zo naar achteren. En deze valt wel gewoon recht naar beneden. Dat is dus hoe als het eerst ook met normale minecarts waren. Ik zou het op zich leuker vinden als de minecart met furnace gewoon aan een normale minecart vast gaat zitten ofzo. Dat ze gewoon elkaar normaal duwen. Maar dit kan handig zijn voor rollercoasters. Dat je een soort van boost hebt met minecarts met furnace. Dan hebben we een paar random feitjes. Slimes springen nu willekeuriger. Dus het is niet gewoon, ze gaan op en neer in hetzelfde ritme. Maar het gaat gewoon wat meer normaal. Endermen zijn een stukje sneller dan eerst. En witches, skeletons, zombies, niet zombies. Zombies, zombie pigments en creepers rennen nu weg als een creeper explodeert. Dat kan ik hier dus wel eventjes demonstreren. We zien hier vooraan heel veel creepers staan. Wij gaan even naar game mode 0. En daarachter staan een heleboel mobs en alles. En die zouden als het goed is weg moeten rennen. Zodra deze creepers beginnen te ontploffen. Zoals je daar al zag, er waren een paar mobs die opeens heel snel begonnen te rennen. Als je goed kijkt en goed terugkijkt, dan zag je dat ook. En deze mobs die gingen net ook een stukje achteruit. Dus dat werkt niet helemaal goed. Misschien dat ze het gewoon niet helemaal goed willen laten werken. Want ze gingen niet allemaal wegrennen. Maar goed, dat is dus nieuw. Ook eens zijn er weer veranderingen aan het F3 scherm. Zoals je ziet heb je nu rechts staan blok dubbele punt Minecraft dubbele punt obsidian slash 0. Maar dat is het blok waar wij nu naar kijken. Ook hebben we dat hier, dus hier endstone staan. En bij redstone zijn er nog een heleboel handige dingetjes bij. Zoals hier heb je een redstone torch slash 5, want die staat aan. En deze staat uit. En daar staat redstone torch slash 4. Ook bij normale redstone dust kun je een heleboel zien. Bijvoorbeeld waar die aan geconnect is. Dus aan de westkant is die aan de side geconnect. Aan de southkant is die aan de up connect, want daar gaat hij zo up. En hij heeft een power van 15, hier 14, 14 en hier boven 13. Dus dat kan erg handig zijn. Ook een deur heeft een heleboel informatie. We kijken nu naar de lower half, dat zie je daar staan. De klink zit aan de linkerkant als je naar het noorden of het oosten zou kijken.
En de deur is niet open, maar wel gepowered. Als we hem nu openzetten, staat er wel bij open screw en nu niet meer. Dus dat is best wel handig en dat gaan ze bij nog veel meer blokken toevoegen. Want het is nog niet helemaal compleet. En dan het laatste van deze update, wat ik niet kan laten zien, maar wel even een plaatje. Dat is dat blokmodels verbeterd zijn met minder light bugs. Dus als je nu een blokmodel maakt en je zet smooth lighting uit, dan ziet het er alsnog wel redelijk uit en niet gewoon heel buggy. En ook heb je nu de mogelijkheid om fence gates en brewing stands met blokmodels te veranderen. Dat was dan weer snapshot 14W11B. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden, want er zaten weer een heleboel nieuwe survival features bij. Dus druk dan even op het groene duimpje, voeg hem toe je favorieten, abonneer op dit kanaal, de Wombat Guru. En dan zie ik jullie hopelijk volgende week weer met een nieuwe snapshot video en hopelijk wat eerder dan deze. Dus deel het ook met je vrienden en wees want blijf ondersteunen met Wombat en bye bye.